Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Until Dawn. De vorige aflevering zijn wij wonder, boven wonder, boven wonder, boven wonder, geen enkel personage kwijtgeraakt aan vadertje dood. Ik stel voor die awesome streak van gebrek aan dode mensen voor te zetten na deze aflevering. Verder nog een heel klein technisch nieuwtje. Sommige mensen zeiden, het geluid van de game staat een beetje zacht. Ik heb het geluid van de game een beetje minder zacht gezet. Yay! Dus, laten wij ons spel lekker hervatten in het tweede hoofdstuk. Drama. Oké, dan dames en heren. Hoofdstuk 2, jaloezie. Dat zat eraan te komen. Vooral na al het vreemdgaan gedoe de vorige aflevering. George, Hannah en Beth's broer. Bedacht, liefdevol, complex. Zoals een puzzel van een mooi landschap. Ik weet niet waarom dat bedacht en liefdevol is, maar het is wel complex. Zoals een puzzel. Oké, ik volg het hele gesprek niet volledig, maar dat maakt niet uit, mannen. Blijf lekker door kibbelen. Kibbel ik ook lekker door. Wanneer zet je hier een telefoonmas neer? Omdat het dan geen horrorfilm meer is natuurlijk, echt. Zeg maar, over een paar jaar, als we gaan overal mobiel bereik hebben, dan houden alle horrorfilms op. Het is altijd geen mobiel bereik. Oh ja, oké, we kunnen ook gewoon lege batterij gebruiken, dus het maakt niet heel veel uit. Oh, ja, gewoon, ja, weet je, horrorfilms zouden heel saai zijn als je gewoon de politie kon bellen en ze kwamen en het probleem was gewoon opgelost, zeg maar, ja. Oh, er zit hier een man achter een boom te gluren. Hartstikke gezellig, doe ik ook altijd, nog nooit voor gearresteerd. Want ze kunnen de politie niet bellen, want er is geen telefoonmast. Het is geniaal. Komt er al beweging in? Ja, man. Willen we roddelen over Matt en Emily of bezorgdheid tonen? Ik ben een heel bezorgde vrouw. Dit is even mijn taak momenteel. Wow. Hey. Oh, hij wil gewoon lol maken. Hey, wie niet? Ja, is waar. Je kan wel hele vakantie gaan zeiken van ja, mijn zussen zijn dood. Mij kan ook. Yeah, mijn zussen zijn dood. Wat is de leukste vakantie? Het is allebei een beetje raar, denk ik. Oh, gaan we nou inbreken in ons eigen huis? Goed gezegd, Chris. Het is helemaal niet inbreken als het je eigen huis is. Ik hou van Chris. Ik voel me toch als een soort moederfiguur voor Chris. Ik identificeer me met Chris. Chris is een mooie man. En Chris moet leven. Dat is de enige doelstelling die ik heb en ik ga sowieso falen. Oké. Dit is Ash en wij vinden Ash leuk. Tenminste, dat werd eerder gezegd. Gaan we onzeker of zelfverzekerd erin? Tuurlijk gaan we er zelfverzekerd in. We moeten deze chick fixen. Zal ik je even opwarmen met mijn open haard? Oké, dan. We mogen lekker gaan wandelen. Oké, dan. Wie heeft er zin in een mooie boswandeling? Dan moet ik ook zeggen, boswandeling is ook een alcoholisch drankje en het is best lekker. Heel veel mensen vinden het goor, koop een fles boswandeling, drink hem leeg met je vrienden en post die reactie mening hier beneden. Het is een beetje milkshake-achtig. Als je van milkshakes houdt, hou je van boswandeling. Wow, Joyce, wat ga je nou met mijn toekomstige vriendin verkrachten? Ik stem in. Ik zou hetzelfde doen, man. Zullen we het samen doen anders? Heel ongemakkelijk was dat. Wanneer pak je haar nou eens? Echt hoor. Doe het niet, Chris. Pak er. Een erotisch avontuur. Dat vind ik mooi. Een erotisch avontuur. Jij en Ashley. Alleen. Naakt. Dat is eigenlijk wat hij probeert te zeggen. Stem in. Ik ben het helemaal met je eens. Dankjewel voor je mooie speech over vrouwenneuken. Heel inspirerend, Josh. Ik vond Josh eerst een klootzak, een complexe puzzel, maar... Hij heeft me geholpen met mijn relatieproblemen, dus alles is weer goeie. Was dat alles? Liepen we alleen hierheen en we gingen toch inbreken, ik wou net zeggen. Hoe gaan we inbreken in het huis van mijn ouders? Als je ouders hier wonen, waarom zijn ze nooit thuis? Het is een vakantiehuis, daarom. Maar toch, wel grappig. Lekker meteen Until Dawn, lekker een of andere donkere kelder in duiken. Hartstikke gezellig. Waarom de voordeur niet open gaat? Omdat het dan minder eng is. Dat is eigenlijk de logica van alles. Ja, waarom niet dit? Ja, maar dat is minder eng. Oh ja. Hé, een bijl. Die neem ik sowieso mee. Dat is altijd een goed idee. Hallo? Neemt u deze bijl tot uw wettige echtgenoot? Oh, hij is weg. Dat is kut. Aanwijzing gevonden. Bijlhouder.
Oh, ik dacht de bijlhouder als de persoon die de bijl houdt. Nee, dat is letterlijk de houder voor de bijl. Iemand heeft de bijl en ik ben het niet. Dat is even het moraal van het verhaal. Oké, dan. Oké, zit hier iets achter? Blijkbaar. Hier zit een of andere super mega geheime gang achter. Ik snap het ook niet helemaal, maar hey, ze zijn aan het schuiven. Misschien hebben ze gewoon zin in mijn kast te schuiven. Ik weet niet waar deze mannen zich mee bezighouden. Oh, dan kunnen we via het raam naar binnen. Dat is een veel logischer plan. Oké, dan. Chris. Klim. Niet vallen, alsjeblieft. Oké, dan. Wie gaan we doodsteken in deze gemene schuur? Woe! Zieke moves. Dat is hoe je je nek breekt, vriend. Serieus. Geen grappies. Dat is oprecht hoe je je nek breekt. Klimles? Is dat dan ding? You mean gym? Ja, net zeggen. Gym. Oh. Ik ben nou niet heel... Oh! Dat is heel toevallig. Man, ik heb helemaal geen zin in donker. Donker is zo, hoe zeg je dat? Donker. Oh, een aansteker, dat is een goed plan. Zeg maar in een schuur waar veel olie en shit is. Ik wil niet dat Chris doodgaat, oké? Okay? Ik ben gewoon even een bezorgde moeder. Kan Chris niet gewoon de zaklamp als een mobiel gebruiken of zo? Want ik heb echt een gaat fout beeld voor me momenteel. Oh, ik kan vlammenwerper maken. Daarom krijgen we de aansteker. Dit is hoe je doodgaat, Chris. Jij en ik zijn van die grappige gasten. Wij gaan dood omdat we een vlammenwerper willen maken met een aansteker en een spuitbus. En dan vlieg je zelf in de fik. Ik heb dit uitgedacht. Speur toch in het donker. Dat zijn de betere ideeën. Doe maar wel. Ja, nee, ik heb er geen zin in, maar ik doe het wel. Jou snap ik, Chris. Ik begin steeds met te denken dat ik Chris ben. En als Chris doodgaat in dit spel, dat ik ook te overlijden kom. Hé, hey, wat is dit? Hey, een nieuw beeldje met de toekomst. Laat maar zien dan. Ik ben er klaar voor. Zoals SpongeBob er soms klaar voor is. Tjaga! Yup, dat zijn mensen die zich doodbranden. Maar het is niet Chris, dus ik vind het helemaal toppie. arme mensen die niet Chris zijn. Jullie gaan zo hard dood. En Chris waarschijnlijk ook. Iedereen gaat gewoon heel hard dood waarschijnlijk. Ik loop me gewoon even recht op mijn doel af. Dat is waarschijnlijk deze kant op, misschien. Oh man, ik zie ook niet zo heel gek veel. We zoeken geloof ik de badkamer met deodorant. Hey, een schilderijtje, even lekker checken. Wat een gezellig schilderij. Die vader heeft wel een hele creepy snor, maar dat hoort erbij. Bij het hebben van een creepy snor. Oké, dan. Ik heb geen zin in met mijn eentje door een huis te lopen. Waarom moet Chris dit doen? Chris is hier te goed voor. Kun je de deur niet gewoon van binnen openmaken? Is dat niet een ding dat je kan doen misschien? Ik heb geen idee wat dat was, Chris. Nou, we kunnen deze deur in ieder geval openmaken. Joehoe! Is dit de badkamer? Nee, dit is gewoon een slaapkamer. Of toch niet? Ik snap niks van dit huis. Ik woon hier ook helemaal niet. Het is allemaal heel onhandig gedaan. Is het niet de voordeur? Hey iedereen! Hoi! Gezelligheid. Chris is echt... Chris moet een prankkanaal beginnen. Lekker kutten. Doe ik. Oké, dan. Hotstuk idee. We moeten nog steeds even zoeken naar de badkamer. Het is ook niet alsof er iemand thuis is. Ik heb gevraagd, yo, ik moet even naar de wc. Nee, want ik ben alleen thuis. Dat is het nadeel van alleen thuis zijn. Niet weten waar shit is. Ja, vooral als het niet jouw huis is. Heb je ooit gehad dat je bij een vriendje komt spelen? Dat je vriendje opeens doodgaat en dat je dan alleen in zijn huis bent? Ik ook niet, maar het lijkt me echt super ongemakkelijk. Het is ook veel te groot, dit huis. Ik wil gewoon die shit vinden. Is het niet een soort een hulpmiddel? Oh man, waarom hebben ze geen bordje naar de wc toe? Please. Ik heb ook geen idee of ik hier nu momenteel moet zijn. Verpest ik het momenteel of willen ze dat ik hier chill? Ik heb geen idee. Gewoon lekker doorzoeken, Rick. Als jij een wc was, Rick, waar zou je dan zijn? Niet hier, wel een mooie foto van Josh. Hartstikke mooi. Aww, sensuele familiefoto's. Kijk, kijk, het is een grapje, kill. Daar is de camera. Foto van schoolgala. Grappie. Oké, dan. En dan lopen we lekker deze kant op. Hele mooie deur met blinkertjes erop. Is dit de goede deur? Who want... Oh, ik ben... Nee, is niet de goede deur. Heel kort en duidelijk. Is hier nog een kamer? Nou, ja. Wat een spanning en sensatie, dames en heren. Komt er nog iets naar me toe om me dood te maken of niet? Niemand weet het. Er liggen wel heel veel spullen om naar te kijken, zeg. Antwoordapparaat. 1 nieuw bericht. Oh, dat is gezellig. Nogmaals met Brigadier Tide. Ik heb helaas slecht nieuws. Uw prankvideo is offline gehaald.
Nou, oh, het gaat voor mij over die man waarvan ze denken dat hij zijn dochters heeft vermoord. Die gast die ja, je in de eerste aflevering zag. Ja, ze hebben gewoon te weinig bewijzen om hem op te pakken. Dat is balen. Dat is letterlijk wat ze in de volksmond noemen. Balen. Is de wc boven heel toevallig? Ik had de routebeschrijving best tof gevonden. We lopen lekker naar boven toe. Waarschijnlijk is het boven. Zal de trap ook even kunnen barricaderen met schedels. Man, man, man. Wat een epische zoektocht naar de wc. De plek. Een plekje om tot rust te komen en een plasje te doen. Nou, in dit huis hoef ik echt niet naar de wc, want dan moet ik fucking ver lopen. Dan plas ik wel gewoon naast mijn bed, hoor. Ik ben een praktische man. als ik zo ver moet lopen naar de wc, fuck die shit. Ik plas wel gewoon in mijn bed. Dat is ook waarom ik in mijn bed plas. Gewoon te lui om te lopen naar de wc. En terecht. Is het hier? Heel toevallig. Man, 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 man. Waar is dat wc'tje? Slechts zeg me dat het hier is. Gewoon nog meer donkerheid. Oh, daar heb ik echt heel veel zin in momenteel. Het is wel goed volgens mij. Ja, de badkamer. De kamer met het bad. Wat zit erin? Een verrassing. Hey, deodorant. Dat is hartstikke mooi. Ah, fuck! Ik dacht, dat gaat sowieso naar me toe springen. Maar er was gewoon deodorant. Ik was in de war. En toen was er een ding. En ik ben er niet voor gemaakt. Je stinkt. Gelukkig heb ik deodorant. Jee, maar ik schrok me echt de tering. Ik schrik van alles. Ik ben zo'n zwak persoon dat ik er een beetje verdrietig van word. Maar echt. Had je niet zeg maar je aansteker kunnen gebruiken om de deur te verwarmen en open te maken? What the fuck? Thank you, thank you, thank you. Ik train nog de hele avond op, de hele week op. Wow, dat beest weer. Het is echt een soort mini beer. Crap, that thing freaked me out. What was it? Het is een mini beer. It's like a bear or tiger. Zie je een beer? Oké okay, dan. De groep is samen mega party in het huis. Nee, serieus, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Kun je misschien wat lampen aanzetten? Want ik vind het gebrek aan licht, ja, donker. Vind ik het vooral. Het gebrek aan licht is heel donker. Het is wel een horror game, dus waarschijnlijk hebben ze geen lampen uitgevonden of zo, weet ik veel. Politie. What's up, party people? Hi. Hey. Oh. Make yourself at home, bro. Will do. Yeah. Ik snap even niet meer helemaal wat er aan de hand was. Take a load off. Have whatever you want. Matt is in ieder geval een beetje boos, want zijn chick... Oh ja, hij was met zijn vriendin aan het knuffelen. Dat was het, ja. Ja, 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 ja. Easy there, cowboy. Vlinder effect update. Ik daag uit. Fuck jou, echt. Gewoon complete fuck jou. I saw you and M. The telescope. Before? We just ran into each other. Been a while. Ze omhelsten elkaar. Hij heeft een goed punt. Je mag best dames knuffelen. Alleen je mag ze niet seksen. Ik stelde me aan. Goed geargumenteerd. Ik ben wel een coole gast. Sorry, it's been kind of a long day. I overreacted. Maar als je mijn vriendin neukt, dan neuk ik jou ook. Dat je het even weet. Dan weet je hoe het voelt. Dat is een heel slechte bedreiging, maar hij is wel grappig. Ik moet gewoon later niet mensen gaan bedreigen, denk ik. Het is niet echt mijn ding. Nee. Ik ben niet zo goed in mensen bedreigen, denk ik. Ik ben veel beter in andere dingen. Zoals deo spuiten. Oh my God, that is so gross. Emily is echt kut. Echt, Matt? Ik heb het echt met je te doen dat Emily je vriendin is. Gewoon. Vind ik gewoon heel jammer voor je. Word gewoon gay met Chris. Het is het waard. Gewoon één grote vleeskeuring met event. Precies. Te zien op Serpent Gameplay. Het is grappig, want ik heb een serie genaamd Vleeskeuring. Sus de situatie of provoceer? Ik sus de situatie wel. Ik ben die chille gast. Eerst wilde ik iedereen doodmaken, maar nu opeens heb ik toch weer iets van chill, dames, chill. Anders ga je toch gewoon naakt vechten in de modder, lossen we het zo op. I don't give a crap. 4.0 bitch, honor roll. Suck on that when you're trying to sleep your way into a job. Whoa. Ja, ze heeft geen diploma nodig, ze heeft al een lichaam, ofzo. Waarom zal die dames boos aan het worden op elkaar? Chill gewoon. Echt. Provoceren. Hou je kop, Jess. Echt. Jessica, you need to shut your mouth. Oeh. You're the one who needs
needs to keep your nose out of other people's business. Laat me met rust. Iedereen gewoon rustig, oké? Okay? Ik wil gewoon lekker vakantie hebben. Dit is helemaal niet handig. Zeg maar, dikke tip als je een vakantie geeft. Nodig geen mensen uit. Die gaan ruzie met elkaar. Nummer 1 tip. Ik heb nog nooit een ruzie gehad met een vakantie, met een vriendengroep. Maar ik heb ook geen vrienden, dus dat scheelt. Ik heb alleen mezelf. Ik maai mezelf. En ja, daar ruzien we wel vaak hoor. Ja, weg van die slet. Zo. Dat zijn harde woorden hoor. Straks steek ik je nog neer. Je weet het niet. Blij dat voorbij is. Blijkbaar. So, Josh, should we get this fire going? Lekker vuurtje. Huh? Oh nee, het tas is weg. Oh nee. Emily gaat dood. Emily gaat dood. Oh, de Italiaanse schoenenwinkel. Ja, tuurlijk. Jawel. Oké, nou, Emily is in ieder geval helemaal verdrietig, want haar tas is weg. Het scheelt wel als je in een huis zit in the middle of nowhere, dan niemand steelt je tas, denk ik. Precies, ligt vast wel bij de kabelbaan of in je lege hoofd. Daar past vast wel een complete tas in. Oeh. Okay. Al die seksuele innuendo, al die ruzies. Oh. Het is alleen maar of seks of ruzie. Is er geen cool middenpunt waar je gewoon alleen seks hebt? Oh, zag het in bad. Het zal wel weer. Had ik al gezegd dat het wel weer zal? Ja, dat heb je, Rick. Mooi. Wat gaan we doen? Sexpeditie. Oh, Jess, high five. Sexpeditie. Oh, ze hebben een blokhutje. Oké, dan. Supergezellig. Heb ik al gezegd dat deze gast op Nathan Drake lijkt? Hij lijkt op Nathan Drake. Uncharted 4, dames en heren. Ik wil dit. Hey, pornstar. Pornosterk. George is wel cool. Ik zou betalen om het te zien. Wat? Ik zou niet betalen om dit te zien. Nee. Niet per se. Nee. George komt over als een tof gast. Hij is een beetje crazy in zijn kop. Maar voor de rest, hij is gewoon wel een lieve man. Kusjes, knuffels, overbijt. Hij heeft alles. Josh was flirting with me. Okay. You want to invite him up with us? Wil je dat hij met ons meegaat? Wat echt? Jess ziet het gewoon nog zitten ook. Wauw. Jess, super tof dat je een trio wil met mij en die andere gast. Andere keer voor de likes. Ja. We gaan even lekker lopen met ons zaklampje. Waarschijnlijk tot ik zometeen mijn datering schrik. Zoals meestal. Shit, dat was niet de bedoeling. Oh, die relatiebalkjes gaan natuurlijk ook helemaal veranderen. Al het geruzie gaan die relatiebalkjes helemaal aanpassen. Dat sommige mensen elkaar gewoon gigantisch beginnen te haten en zo. Supergezellig. Moeten we hierheen? Is dat een ding? Je blijft wel staan hier. Hekje is wel kapot. Supergevaarlijk. Hey, fotootje. Tuurlijk. Geen idee waarom je nu een foto zou willen maken, maar oké, tuurlijk. Oh, ik moet een foto maken. Oké, dan. Bloep. Kijk. Oh my god. This is ik fix dat. Zo maak ik de meeste foto's op mijn Instagram ook, daarom zien ze er niet uit. Gewoon. Maar de mensen in de game vinden de foto fantastisch. Er zou een fotomodel moeten zijn, bla. Ze maakten weer een seksgrapje. Oh, Jess, als de enige grapjes die je kan maken seksgrapjes zijn, dan moet je een YouTube-kanaal beginnen. ze verkopen als warme broodjes op internet, Jess, die seksgrapjes. Eens even lekker een boswandeling maken. Dat is een drankje. Drink het met je vrienden als je boven de 18 bent. Of niet. Drink het niet. Alcoholproblemen zijn de echte problemen, dames en heren. Net zoals de rest van de echte problemen. Ja. Oh, willen ze weer een gesprekje doen? Moet ik gewoon iedere keer met haar praten? Jemig. Wat is dit nou voor stomme vriendin? Moet je altijd met haar praten en zo? Met een beetje mazzel volgens ons, dan wordt ze opgevreten door een beer. Ja, daar stem ik allemaal in. I think you bring out the worst there. Is that so? Epic jealousy. Epic. Waarom is iedereen zo jaloers op elkaar? Ga gewoon lekker samen met elkaar Minecraft spelen. En niet in een plek zitten waar iedereen je doodmaakt uiteindelijk.
Wat is dit? Boop. Huh. Hmm. This thing needs juice or something? Oh ja. Nee, ik heb net wel inderdaad een heel verhaal gehoord over een generator. Dus dan is in principe stroom fixen wel iets heel logisch. Ik ga hem alleen weer de tering schrikken. Dat is dan weer even een klein stukje minder. Maar oké, okay, weet je wat? Ik loop gewoon rechtstreeks deze valstrik in. Hey. Ik dacht al, wat staat daar opeens? Ligt hier gewoon weer een totem, joh. Hot zo vlots, ik vind ze allemaal. Dat is niet waar, maar ik ga er een aantal vinden in ieder geval. Blijf kutten met hoe ik goed die totem moet omdraaien met mijn ding. Oh, gewoon doodgeslagen worden door een clown. Maar dat is Ashley. En Ashley en Chris moet ik koppelen. Ik ben de koppelenmeister. En dat ga ik even fixen. Dus het zou fijn zijn als Ashley niet doodgaat door een clown. Ze moet even goed haar best doen. Wat zit er in de la? Documenten. Nee, knopjes. Oké, dan. Waarom moet ik het iedere keer heel bewust gaan doen met knopcombinaties? Wat boeit het? Oh, dit is wel moeilijk. Even. Ah, ik vind dit soort dingen altijd super kut. Een bootjes en zo, de motor aankrijgen. Komt omdat ik geen echte man ben. Ik heb er even problemen mee. Wow! Dat is eng. Ik ga even wegrennen als je het niet erg vindt. De toedeltjes. Oh, ik kan hem gewoon nog een keer pakken. Is het een nieuwe nu? Is het nog steeds hetzelfde kutding? Hoe werkt dit? Waarschijnlijk is het nog steeds hetzelfde kutding, anders zou het heel raar zijn. Oh, er zit gewoon niks meer in. Sorry, hij is leeg. Waarom is er een enge man die zo achter het raampje kon staan en hij komt nu niet naar ons toe rennen? Weet je wel, maak een keuze. Of maak ons nu dood, of doe het niet, maar ga niet zo creepy naar ons gluren. Ik heb wel wat beters te doen. Nou, dit wel te doen, denk ik. Ploep, yes. Korting. Wat heeft korting hiermee te maken, Rick? Ik weet niet, ik hou gewoon heel erg van korting. En de poort ging open. Mooi. Toppie. Gezellig. Ik zou best wel een hutje willen, hoor. Ik weet wat goede muziek is. Zet ze muziek op. Ik verzamel niks. Ik hoor alleen maar van de generator. Generatormuziek is ook muziek, dames en heren. Het is een beetje dubstep-achtig. Ik hoop dat ik niet verkracht word door een clown momenteel, want daar heb ik even geen zin in. Ik heb betere dingen te doen. Zoals jazz bonken. Weet je wel, dat is het enige waar ze goed voor is, een beetje. Haha, gemeen. Sorry, ik moet minder vrouwenvriendelijke video's maken. Volgende video op Serpent Gameplay. 10 redenen waarom Jess meer is dan alleen een dom stuk vlees. En dan, ja, ik kan even geen 10 redenen verzinnen, maar... Oké, oh nee, ze wil weer even een heel diep gesprek hebben over lint. Oké, dan. Oeh. Wat kun je herinneren? Sorry, ik heb informatie nodig, bitch. Barely even remember what happened. Well, what I remember is that we played a stupid half-baked prank that probably got Hannah and Beth killed. Ja, dat is wel jammer, hè. Dat is ook weer een heel goed voorbeeld van een butterfly effect. Omdat ze die kut prank deden, zijn twee mensen gewoon dood gegaan. Dat is jammer. How could anyone have expected them to do a dumb thing like that? Ja, precies. Het is wel weer eventjes een mooi momentje van ja, het was ook niet onze bedoeling om ze dood te maken. Het was een leuke prank, maar niet echt gaat fout niveau. Het is echt een letterlijke prank gaat fout, bedenk ik me nu. Het zijn gewoon twee meiden dood gegaan. Dat, als er een prank fout... Oh, fuck. Camerahoeken gaan fout. Als er een prank fout ging, was het die prank wel. Het is niet per se heel grappig, want er zijn gewoon mensen dood. Maar het is ook wel weer grappig, want het is niet echt gebeurd. Wat is er aan de hand? Als ik even vragen mag, wat gebeurt er? Ik hoorde sneeuw. Oh my god, ik ga zo in mijn broek poepen zo meteen. Gelukkig heb ik eerder vandaag al gepoept, dus dat scheelt. Nee, het is echt waar. Het is niet een grapje. Nee, ik heb gewoon eerder vandaag al gepoept en daar ben ik gewoon heel tevreden over. Kan ik hier ook heen? Is dat een ding? Oh nee, daar kan ik niet heen. Jammer. Oké, dan. We lopen lekker deze grot in, die we blijkbaar hebben. Lekker chillen in een grotje, niks aan de hand. Serieus, wat de fuck doen we hier? Huh? Wat doet ze? Waarom de fuck zijn we opeens hier? Hey Jessica! Yep. Hey! Okay. Holy crap, you scared the heck out of me. Schrik me een ongeluk. You didn't hit your head or anything. What the fuck gebeurt hier dan? 7 ledematen. Oh, de borsten zijn er 2. Haha. Ik kan tellen. Armen, benen, hoofd, borsten. 7 ledematen. Voorzichtig, duw het karretje, heroïs spring naar beneden. Fuck it. Ik ga al in. Ik zet al mijn geld in. Oh, dat was zo te zien een hele goede keuze. Er stond wel een gast helemaal klaar om ons dood te maken. Dus ik denk dat het even een goed plan was om haar te helpen met dit kutkarretje, denk ik. Vlindereffect update. Ja, sowieso in er eentje had dat karretje nooit kunnen duwen, zie ik al.
Dus ik weet niet, misschien waren we allebei was ik dood gegaan als ik naar beneden was gesprongen. Anders moest ik sowieso alsnog naar beneden om te helpen met dat kutkarretje dus. Teambuilding. Lekker chillen in een mijnschacht. Het is net Minecraft. Alles is Minecraft, dames en heren. Het is mijn theorie. Het staat helemaal nergens op. Maar je kan letterlijk alles van maken. Ja, maar dat is in Minecraft ook. Ja, benen. Oh, fuck! Ik schrok met de tering. Ik paniek was dat eventjes. Mag ik weg uit dit menu? Woe! Dat scheelde heel weinig. Je wil niet aangereden worden door een mijnkarretje. Dat is echt een kut manier om dood te gaan. Heel het gekneusd zo door. Ik schrok echt even in totale paniek. Wauw. Dat is zeldzaam. Ik ben een jongen die nooit in de paniek schiet. Behalve meestal. Oké dan, laten we lekker verder lopen. Niks aan het handje. Is hier misschien nog een beeldje of zo? Het is wel een route. Of zijn er gewoon meerdere routes hier momenteel? Daar hou ik niet zo van. Ik hou niet van meerdere routes. In dat huis heb ik fucking 10 minuten lang in de fucking wc gezocht. Ik wil niet ook nog eens een uitgang voor deze mijn moeten zoeken. Het is mijn mijn. Dus even kijken wat hier maar voor chills is. Oh, wat gezellig. Weet ik veel. Ligt hier toevallig nog zo'n beeldje. Hé, hey, het is wel een soort gek altaar. What the fuck is dat? Een sigaar? Stond hij nou nog aan? Pas gerookt. Oké, nu moet je weg. Nu moet je weg. Ga weg. Je moet weg. Kun je doorheen kijken? Oh nee, niet. Nee, het is een mystiek symbool. Ik ben bang. Zullen we weggaan? Is mijn toevallige plan. Ik stel voor dat we weggaan. Ga weg. Ga weg. Ik zei het nog. Ga weg. Doe. Weggaan. Volgens mij heeft deze plek zijn beste tijd gehad. Die gast die achter ons aan zat. Ik heb zo'n gevoel alsof hij nog achter ons aan zit. Anders is hij wel heel raar. Hij stak me bijna in mijn rug en dan opeens. Ja, ik ga niet die mijn in. Oh, dat is eng. Dat is wel seriemoordenaar materiaal. Dat is eng. Gevaar, 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 gevaar. Ja, alles is gewoon danger eigenlijk. Het maakt niet heel veel uit met wat die kaart precies zegt. Gewoon, we gaan waarschijnlijk toch dood. Waarschijnlijk zijn we best wel fucked. Kut. Chris, nee. Gelukkig is het niet Chris. Ik voel me gewoon niet fijn als ik als Chris speel, want Chris moet blijven leven. Dat blijf ik gewoon zeggen totdat Chris op een gegeven moment doodgaat. In de laatste aflevering of zo. Super lullig. Oh, Chris toch. Oké dan. Nou, we zijn eruit in ieder geval. Dat was mooi. Ik ben benieuwd wat er gebeurd als ik naar rechts was geweest. Dat is heel erg een butterfly effect. Ik denk van, wat was er gebeurd als ik dat had gedaan? Zoiets als een game die ik stiekem toch wel een tweede keer wil spelen. Gewoon omdat ik een heel nieuwsgierig rotjoch ben. Of ik kijk gewoon op YouTube. Scheelt een hoop hartbreuk. Iedere keer als ik een andere route heb, heb ik het gevoel dat ik daar zo'n kutbeeldje ga vinden. Alleen ze zijn er niet. Ja, dat is onhandig, hè. Laten we lekker in onze cabin lopen. Er staat wel een bordje met cabin. Die heb ik bij de wc nou ook een keer nodig. Fucking chick loopt in de weg. Ik loop ook gewoon heel langzaam. Duurt lang, dames en heren. Lekker wandelen, lekker wandelen. Met seriemoordenaars in het bos. Lekker wandelen, lekker wandelen. En we lopen lekker los. Toen George het over de blokhut had, dacht ik aan Abe Lincoln. Waarom? Ben je van plan presidentieel te verwennen? Nee. Nee, eigenlijk niet. Moet het? Nee, niet doorheen kijken. Niet doen. Wat ziet ze? Wat ziet ze? Ik wil niet nog een keer kijken, of wel? Ze kut ons. Ze kut ons, ze kut ons, ze kut ons. Ik zie ook helemaal niks. Oh, fuck. Wat fuck was dat? Huh? Wat de fuck sprong ervoor? Ze hebben het er ook niet over. Was gewoon, boeien. Deze zei dat nou? Ik snap het echt niet. Ik snap het echt niet. Hey Jess. Allemaal informatie over beren. Oké dan. Masterberen. Oh, lopen bruine beren rond. Hartstikke gezellig. Berenbotje ging uit vaar. Wat moet ik doen? Oh, kijk. Poortjes open is een ding. Het is waarschijnlijk handig om er goed in te worden. Want op een gegeven moment moet ik waarschijnlijk wegrennen. En dan moet je die poortjes wel een kort tijdbestek openmaken. Anders ga je dood. En doodgaan is niet mijn hobby. Dus ja, dat eigenlijk. Oké, dan we lopen lekker verder. Het probleem met dit soort games is ook gewoon, ik ben heel onhandig. Dus waarschijnlijk ga ik dood. Dus een quick time event. Word ik gewoon aangereden door een minecart of zo. Hoppakee, dood. Dus
gewoon jammer. Het is gewoon jammer. Of juist grappig. Misschien kijk je daar juist voor. Gewoon kijken, wachten tot Rick het verneukt. Ik weet niet echt waarom je dit kijkt. Maar ik ben blij dat je er bent. Oh, godverdomme zeg. Waarom? Waarom schrik ik van vogels? Ik moet gewoon mijn emoties uitschakelen. Het was maar wat geflirt. Ik reageer op zijn paringsroep. Jij doet het ook met iedereen. Oh, ik neuk vogels. Dat is gewoon een ding dat ik mezelf heb aangeleerd. Het is een hele goede eigenschap. Ik kan iedereen aanraden om seks te hebben met vogels. Ze zijn zo zacht. En licht. Doe, heb geen seks met vogels. Waarschijnlijk krijg je hem er niet in. Waarschijnlijk kun je niet eens een vogel vangen. Veel succes ermee. Oké, dan. Lekker wandelen. Oké, dan. Waar de fuck is die fucking hut? Ik snap er echt niks van. Oh. Bordje met cabin naar rechts. Ik ga naar links. Yo. Oh, nee. Nee, je kan er gewoon overheen klimmen. Zieke skills. Dat is ook helemaal geen obstakel, joh. Waar zeik je over? Gaat ze weer sneeuwballen gooien? Dat is gewoon het enige wat ze kan. Rekt. Oh nee, ze breekt alles weer. Ik zou er ook vanaf gaan als ik jou was. What the fuck? Hey, daar is iets aan het handje. Ik had geen gevatte woordgrap, sorry. Oh, hij zag je lekker in bad. Oh, dit wordt spannend. Nee, ik ben aan het badderen. Badder Hari. Oké, dan. Het Washington huis. Oh, je hebt dus een Lincoln huis en een Washington huis. Oké, okay, handig, ja. Lekker in bad gaan met je naakte lichaam. Lekker met zeep. La la la. Het bad zit al snel vol, zeg. Oh, ze heeft geen warm water? Dat is gewoon een kut idee. Ik wil geen warm water, ik wil niet dood. Je steekt me gewoon heel veel kaarsen aan onder water. Je fixt maar wat. Zit hier ergens nog zo'n standbeeldje achter de badkuip? Gewoon even zo'n raar indianen standbeeld in je badkuip. Je weet nooit waar die indianen allemaal chillen natuurlijk. Nee, we moeten nu warm water gaan fixen waarschijnlijk. Hallo? What was that? Ik ga niet meer schrikken. Ik ben gestopt met schrikken. Ik ben helemaal zat. Echt waar. Ik loop naar beneden toe. Ga ik George helpen met zijn gezeik. Met zijn gezeik. Dat is een mooi gezellig kamertje met iets dat oplicht. Laten we even checken. Oh, dit is een hele enge kamer. Creepy, creepy, creepy. Wat is dit allemaal? Oh, spullen van Hannah. Oké, dan hartstikke mooi. Wat is dit voor moois? Tattoo artist. Oh, grappig. Nou, ik weet niet. Het is niet per se heel grappig. Van haha, haha, ha, tatoeages. Nee, het is niet op zo'n niveau grappig. Interessant. Misschien eerder. Zit er iets engs in? Ik snap dit niet. Het zou stampen. Oh, kijk. Prettig kerstfeest 2010. Liefst George. Oh, dat is zo lief. Hij gaat sowieso achter me staan, George. Oké, hij staat niet achter me. Dat is helemaal toppie. Is hier iets te doen, of niet? Nou, een soort van. Zij heeft een coole kast. Met allemaal shit erin. Hé! Hey! Ik dacht even dat ik een nieuw beeldje had, maar dat is een irritant stuk foto. Ah. Oh, ze was verliefd op Mike natuurlijk. Ja, 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 ja. Dat is heel, heel sneu. Blijft ook heel sneu, die prank die ze uithaalde. Dat is gewoon geen leuk prankie. Oké, dan. Waar zullen we heen? Oh, we zien nog wat te doen. Leuke plakmuur. Was sowieso bedoeld dat ik deze kamer in ging nu. Ja, blablabla, verjaardagsfeestje. Hartstikke gezellig. Helemaal toppie. Oh, shit, dat blijf ik doen. Ah. Oké, ik ben verder met de game. Valt het trouwens op dat dit kussentje hier op een plakje banaan lijkt? Is dat de bedoeling? Ik weet het niet, maar ik hou van banaan. Ik denk gewoon de hele video al aan banaan. Dat helpt me tegen de enge gedachten van dit spel. Banaantjes, banaantjes, banaantjes. Banaan. Ga met die banaan. Ga met die banaan. Gaan met die banaan. Ze hebben daar heel bewust troep neergelegd, zodat ik daar niet heen loop. Dus waarschijnlijk moeten we de andere kant op. Ik heb het weer helemaal verneukt. Hele grote omroute met een heel klein beetje extra emotionele informatie. Oké, dan. Dat is een deur, die kan open. Oké, er is niks dat me niet schrikken. Niks dat me niet schrikken. Niks dat me niet... Oké, dan. Hier is George gewoon een vuurtje aan het maken. Hartstikke mooi. Ik kom hem... Oh, wat? Ik loop even naar George toe. Er is hier een trap. Ik ga er vanaf.
Zullen jullie nog aan het ruzie maken hier beneden? Een geestenbord? Wat een kut idee. Een Ouija board, zo'n ding. Helemaal eens met Chris, die dingen doen niks, maar alsnog. Ja, aan de ene kant heb ik zoiets van, geestenborden werken niet. Aan de andere kant heb ik zoiets van, gebruik het geestenbord niet in dit fucking huis. Nou, ik wil me niet in de kelder toe. Nee, niemand moet iets zoeken. Iedereen moet gewoon lekker chillen. Man. Oké, okay, Chris gaat het bord wel zoeken met die chick. Dit is je kans, chickie Chris. Oké, Chris, dit is je moment om te scoren, man. Kom op. Ik ben je moeder. Ik help je doorheen. Pak haar op de bek. Oh, ik ben nu dat meisje. Waarom ben, is dat Josh? Niet Chris, of huh? Lijkt niet meer op. Het is veel meer Josh kleding. Het is Josh. Ja, het is Josh. Toch? Waar is mijn Chris? Oh, ja, wacht. Ik speel gewoon weer als die chick. Ik was even helemaal in de war. Ik ga met Josh mee naar de kelder toe. Dat is het idee momenteel. Oké, dan. Hartstikke top. Josh, dit is jouw huis. Waarom doe je het niet lekker zelf? Kus Rick. Omdat ze verliefd zijn. Ja, wat goed van je, Josh. Wat een lieve man ben je. Vlijend. Ze zijn lief samen. Vind ik wel. Ja, ze passen bij elkaar. Ja. Ik snap je. Echt hoor. Zij trouwens nog steeds dat litteken op de hoofd van die kraai. Super grappig. Nee, super grappig. Interessant. Oké, dan. Moet ik nou in mijn eentje gaan? Ik wou net zeggen, je had toch shit gefixt dat we samen gingen en zo? Oh, wat is dit? Oh, die foto weer. Dat is een mooie foto. Dat is een schattige foto. Ja. Snel neerleggen, niet te veel aan denken. Geen tranen van verdriet, maar tranen van... Ah, kut, ik ga dood in een kelder. Laten we lekker de kelder ingaan, is de moraal van het verhaal. Weet je, Sam? Mijn piemel is echt heel mooi. Sam. Ja? We zijn hier voor jou. Is fijn. Josh, we're here for you. Really, whatever you need. Whenever. Aww. We're all gonna make it through this. Together. Wat lief. I want us to have a good time, you know? Ik wil gewoon warm water, zodat ik naakt in mijn badje kan. En ik wil graag niet dood in deze kelder. Is dat ook iets wat je zou kunnen fixen misschien, Josh? Is niet doodgaan iets wat jij mij zou kunnen geven? Zo ja, dankjewel. Ik ben helemaal paranoïde van dit spel. Dat ik ieder moment dood ga en dingen op me springen. Omdat ook de hele tijd dingen op me springen en ik de hele tijd bijna dood ga. Dus het is een heel terechte vorm van paranoïde zijn. Zit hier de boiler in? Het lijkt meer gewoon op een kast met gereedschap. Sorry to drag you down into the bowl. Dank je. Het is een beetje eng beneden, ja. Beetje. Oeh. Dat is een hele grote generator trouwens. Wauw. Oh, ik moet iets doen, geloof ik. Ja, ik zal even heen lopen. Druk het knopje wel in. Ik ben hier de zelfstandige vrouw. Ik druk wel op een knopje als het moet, hoor. Tuurlijk. Oh, dan moet ik zeker weer stilhouden. Even oefenen met dat stilhouden. Oepsie. Echt, hoor. Niet zo moeilijk, Sam. Even schijnen, kom op. Oh, ik hoef niks te doen. Oh, toch wel! Oh, ik zag het aankomen! Jemig, meteen weer afgeleid zijn. Ik zie, ben ik zo slecht in. Ik heb van die vieze, spastische trilhandjes. Ik kan dit. Tegelijkertijd praten en de controller stilhouden is al helemaal moeilijk. Ah! Ik kan dit! Ik kon het. Oh, eerst de waterdruk. Wat een gezeik. Waarom zijn we zo lang in deze kelder? Dit is niet cool. Het is vrij eenvoudig. Ik ren weg. Jij blijft hier. Wat doet ze? Oh. Hulp. Klinkt heel hartstikke gezellig in ieder geval. 2 bar. Dat is bar veel. Oké, wat hebben ze juist gedaan? Hoe de fuck werkt dit? Ik ben geen boiler fixende gast genaamd Fred. Hopla. En dan meteen op die andere knop drukken, denk ik. Wat moet ik doen?
Ik snap niks. Oh, druk op de knop als het lampje aangaat. Oké, Josh. Ik ben niet volledig debiel. Ik heb het net wel 3 keer verneukt, maar hey, ik heb ook rechten. Oh ja, oké. Okay. Focus, Rick. Nice. Hey, ik zag iemand lopen. Wauw, ik schrok zelfs van de high five. Ik dacht, straks verpest ik de high five. Dat willen we niet. Ik zag wel echt iemand lopen. Oh, heeft het niet verpesten van de high five iets geactiveerd in de game? Ik zag iemand lopen. Jullie kunnen zeggen dat ik gek was, maar ik zag echt op de achtergrond iemand lopen. Oh, dan is het goed. Haal een grap uit. Get pranked, bro. Je trapte erin. Heel gefaalde grap. Ik ga deze grap niet in vertrekken. Er gaan doden vallen en zo. Hij viel er echt totaal niet in. Hey. Wat de fuck zijn al die geluiden, joh? Jezus. Iemand moet echt stop met pannenkoeken maken. Griezelig regelmatig. Bezorgd. Ik ga niet in mijn eentje kijken. Fuck die shit. Laten we lekker samen kijken. Dat is wel een goed plan. Ik heb toch het gevoel dat als je samen kijkt, dat je kans op doodgaan minder groot is. Want 2 mensen tegelijk doodmaken is gewoon niet sportief. Ik ga gewoon even mijn ogen dicht doen en mijn oren dicht doen. Oh nee, ik moet lopen. Waarom moet ik lopen? Wie heeft dit verzonnen? Oh, ik mag nog voorop. Oh, what the fuck. Zullen we weg gaan rennen? Dat is wel een heel goed plan hier in dit geval. Een man met een masker. What the fuck gebeurt hier opeens? Gast, ga lekker naar je eigen huis toe. Zoveel kost een huis, dat hoop je niet. Het is maar een paar honderdduizend euro. Oh, stampen. Rick, stamp. Fuck, nee. Ik heb de hele game gekocht. Ik ben helemaal spastisch op mijn controle aan het rammen. Sla die gast dood. Get spooked. Klassieke prank. Nice one. Dat was een goede prank. Ja, hij heeft een goed punt. Are you serious? Are you in on this putt? Hij wist ervan. Lol. Hij ziet er wel echt cool uit in dat gewaad. Ik zou hem gewoon aanhouden de rest van de week als ik jou was. Dat is hoe ik ben op feestjes. Of in het algemeen vind ik gewoon zoiets. Houd dat gewoon opeens een week aan. Mensen opeens, Rick, waar heb je zo'n raar gewaad aan? Ja, vond ik gewoon cool. Ik was wel even doodsbang, ja. Sam, weet niet wat Sam allemaal doet. Hey, die chick. What in God's name? Mijn gangster gewaad. Chris is grappig. Hij moet niet dood. Ik wil zijn grapjes. Oh ja, de Ouija board. Hop, hop, hop. We gaan op het reis naar het geestenrijk. Dat is grappig. Maar ze gaat in baat natuurlijk. Tuurlijk. Moet je nou nog helemaal heen lopen of ben je ook een keer een zelfstandige vrouw? Nee, dat kan ze zelf wel, denk ik. Hey, we zijn weer bij de analist. Hebben we goed gedaan. Lange aflevering. Zit al op 44 minuten en 6 seconden. Jezus. Ik ben wel benieuwd of mensen nog kijken. Want zeg maar, het is heel zonde als je halve afleveringen van Until Dawn gaat meesnoepen. Als je deze serie kijkt op Serpent Gameplay, kijk het hele ding. Of ga dood. Ga maar niet dood. Kijk gewoon het hele ding. Het is een beetje onhandig als je halve afleveringen kijkt. Want je mist gewoon een heel groot deel van het verhaal. Wat best een leuk verhaal is trouwens. Deel je die angst? Welke angst? Welke angst? Heeft hij nou een levende slang in een pot? Ik deel de angst niet. Nee. Wat vind je van mensen die bang zijn? Ik vind dat best logisch.
Ik leef mee, ik veracht ze. Ik leef best mee met mensen die bang zijn. We zien ook eens voor het eerst iets van je character. Je hebt een petje op. Chris is bang om te falen. Heb je medelijden met hem? Tuurlijk. Tuurlijk. Chris is... Je moet altijd medelijden hebben met Chris. Wie zit er in die stoel? Wat gaan deze resultaten voor effect hebben? Ben ik heel benieuwd naar nu. Hoe je over andere mensen denkt. Oh, dat is wel interessant. Ik ben in ieder geval niet Chris, maar altijd over Chris. Hey. Dat je goed bent aan jezelf en anderen. Oké, dan is goed. Is goed. Oh, dat is wel een moeilijke vraag. Wat vind je belangrijker? Trouw of eerlijkheid? Dat is toch ongeveer hetzelfde? Ja, trouw is ook als ze zeggen dat ze iets voor je doen, dat ze het ook echt doen. En eerlijkheid. Ik vind trouw denk ik belangrijker dan eerlijkheid. Ja, ik zou liegen om trouw te zijn aan een vriend. Afhankelijk aan van de situatie. Trouw is belangrijk, naast de liefde is belangrijk. Het is allebei gewoon best belangrijk. Maar ik vind trouw is gewoon goede shit. Iedereen moet gewoon trouw zijn aan elkaar. Zou eerder een vriend helpen dan iemand die je hulp dringend nodig heeft? Nou, heel eerlijk. Als iemand je vriend niet is, dan weet je er gewoon niet dat hij de hulp heel erg nodig heeft. Maar als ik iemand zie die bijna aangereden wordt door een trein en ik kan dat stoppen. En een vriend van mij wil ik nog een blik bier haal. Dan is de keuze duidelijk. Maar het is soms een beetje... Wat er nu toe gebeurt bij Until Dawn. Dat is wat je de volgende aflevering niet ziet. Want ik skip die samenvatting iedere keer. Je kijkt maar verdomme de hele aflevering. Wat je nu hebt gedaan trouwens. Gefeliciteerd. Je hebt voor het eerst in je leven een Serpent gameplay video tot het einde uitgekeken. Zal voor 99% van de mensen niet waar zijn. Maar iemand, dit is de eerste video. Knuffel. Kusje erop. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering van Until Dawn. Best leuk spelletje, al zeg ik het zelf. Dankjewel voor het kijken. Doei.